teenslag wegwerken bij de camperbus. Ik heb van de week de radiateur vervangen. En toen moest dit frontpaneel eruit. Dus ik denk, nou, ik werk gelijk die steenslag bij. Dat heb ik dus gedaan. Die heb ik al gespoten. Maar nu zitten aan de onderkant zit hier nog een frontpaneeltje. En er zit hier ook nog een frontpaneeltje. Dus ja, dat heeft ook last van steenslag. Dus ik denk, dat werk ik ook gelijk bij. Nou, ik gebruik daarvoor kleurlak, blanke lak, schuurpapier 320 en afplaktape. En we gaan aan de slag, we gaan die paneeltjes spuiten. Dus dat laat ik jullie even zien. Nou, het paneeltje hebben we geschuurd. Net met 320. Dus dat ga ik nu even schoonmaken met remmen reinigen, dat alle stof eraf is en alle eventuele vettigheid ook. Ik had hem voor die tijd ook al een keertje voor ik ging schuren, heb ik hem ook met remmen reinigen gedaan. Maar dat kan wel eens zijn dat er nog was op zit of wat ook. Dan schuur je dat in de lak. Nou, we hebben hem nu afgenomen met remreinigen. Dan ga ik hem spuiten. En daar gebruik ik deze industrielak voor, of autolak. Ze zit hier in de buurt, zitten zo'n autolak jongen, die maakt spuitbus met autolak op kleur. We gaan nu eerst even goed schudden. Nou, we gaan nu het paneeltje even spuiten. Een dun laagje op. Dat doen we zo meteen. Moet je altijd een paar keer doen. Want anders krijg je zakkers. En het is. Het lijkt nu glimmende lak, maar dat slaat zo meteen helemaal mat uit. Want het is gewoon een base coat lak. En die wordt zo meteen. Wordt die voorzien van een blanke lak. En dan. Ja, dan moet het geheel gaan glimmen. Nou, net de tweede laag erop gezet. En ook aan deze kant. Dus nu gaan we het geheel even laten drogen. En dan gaan we hem in de blanke lak spuiten. Nou, zoals jullie kunnen zien is de lak inmiddels droog. Is die mooi mat opgedroogd. Aan deze kant ook. Dus we gaan nu in de blanke lak spuiten. Nou, de blanke lak kan erop. Aan deze kant ook doen. Nou, het spuitwerk zit erop. Staat netjes in de blanke plak allemaal. Dus ik ga het papier en plastic eraf halen en dan ga ik hem verder afbouwen. Nou, alles weer afgemonteerd, de grill zit erin.
Dus het project is weer geslaagd. Op naar de volgende klus. En dat gaat worden, denk ik, de dieselkachel inbouwen. Even de klep dicht doen. Zo. Klep ze dicht. Ja, op een volgend project wordt de dieselkachel inbouwen. En volgende week heb ik een paar dagen ingepland om de distributieriem te vervangen. En de krukkerspoelie en nog een paar andere dingen is een grote beurt. Dat ga ik volgende week maandag of dinsdag doen. En dan is de bus weer helemaal up-to-date. En dan is die klaar voor de grote reis naar Spanje.